Ik sta nu bij de Plattebrug, waar dagelijks duizenden mensen vervoerd worden van en naar Meerzorg. Opmerkelijk is dat de meeste boten zijn voorzien van NDP-vlaggen. Reden genoeg om een kijkje te nemen. Er zijn partijen geweest hier toe bij ons. Ze hebben gevraagd om vlaggen te zetten. Zeiden van ja, oké, jullie zijn welkom, doe maar. Zeiden we pot de vragen. Omdat ze boten zijn, doen een boete en dan konden ze de botoman, ik kies een subsidie. Alle de botoman, om een jaar, over de front, best door 15 jaar, nooit hebben we een volk, ze hebben een boto. Want de is mijn sap otende. Ono sap persikande wo me kwa sofi ali ba me akondre sitak ulobe ulobo uter se ala de botoma lobe ano taka botoma wa her sranang lobo uter se is dag so dat so weer bij ons komen zouden we een cirkel maken op het rivier midden op het rivier zou per boot een envelopje krijgen de mame beloven no wat je zijn ik ba maar ono ka eisa ma om en kan het dan ook want je bijdragen. Uno jere ete sana bijdragen? No, ete. En hebben jullie ook begrepen wat er in de envelop zit? Nee, nog niet. Want ze zeiden van dat ze een van deze dagen zouden weer komen. Ik zie dat uw boot niet is voorzien van een vlag. Ik was niet aan het werk. Zou u dus wel een vlag willen? Ja, waarom niet? Wat vind je van de vlaggen die zijn gehangen aan de verschillende boten? Interessant. Waarom vind je ze interessant? Omdat ik een NDP'er ben. En waarom heb je gekozen voor NDP? Het land gaat vooruit. Ik vind ze prachtig. Omdat ik NDP'er ben, maar als er ook een VAP-vlag aan de boten gehangen waren. Voor mij maakt het niet uit. Ik vind van je moet gewoon waarvoor je kiest. En als je vindt van dat je NDP'er bent of NPS'er, mag je gewoon aan hun vlag hangen. Wat ik van ze vind, nou, het is hun zaak. Dus wat ik van ze vind, ze doen het maar. Bent u zelfs ook NDP'er? Dat kan ik nog niet zeggen. U weet dus nog niet voor wie u gaat stemmen? Ik zweef. Nou, prima. En ik zeg nog 5 jaar NDP. Nog 5 jaar deze regering, want ze hebben het goed gedaan. Leuk. En waarom vind je het leuk? Gewoon. Ben jij zelfs ook NDP'er? Ja. En waarom ben jij een NDP'er? Nou, omdat hij te veel voor ons doet enzovoort. Maakt het voor u uit in welke boot u zit als het nou met de NDP-vlag is of VHP? Het belangrijk is, het moet me veilig brengen naar de overkant. Dat is het. Maakt niks uit. Ik heb er geen moeite mee. Ik moet vervoerd worden, dat is belangrijk. Nee hoor, ik moet aan de overkant aankomen, aan de overkant aankomen, maar dat is belangrijk. Ben jij zelfs ook NDP'er? Nee. Meneer, waarom heeft u een vlag aan uw boot gehangen? Omdat ik een NDP'er ben, dus daarom. Krijgt u iets ervoor? Nee, ik heb geen bal. Nee, niets. Ik ben al NDP, dus... Weet u al op welke partij u gaat stemmen? Paars. Waarom gaat u paars stemmen? Omdat ik wil dat Suriname. Dus ik zie dat de Suriname vooruit gaat als het ware. Het is voor mij een goede vlag. Wil dat zeggen dat u ook gaat stemmen voor NDP? Waarom niet? Waarom wel? Omdat ik zie de voordelen op NDP. Zelfs het Duitse schip, de Goslar, dat al 70 jaar in de Surinaamse wateren ligt, is geclaimd geworden door de Paarse Partij. Een oud gemarkeerde NDP staat erop, dus geef ook aan dat de bootmannen NDP'ers zijn. De Goslar is gezonken. Denkt u niet dat het een slecht teken is voor de NDP? Nee, denk ik niet hoor. Want als het slecht zou zijn, zouden de mensen van NDP niet hier komen om te schilderen. Hè? NDP zo lobby en vlaggen ophezen hier. Over de gehele zijde van het schip dat nog boven water is, zijn er een aantal vlaggen geplant.
In de middaguur heb je de harde winden. En daar heb je de hoge golven. En de Goslar helpt ons veel hier met de golven het houden tegen. Ja, dus, en daarom hebben we de Marawatra, noemen we het. Hè. Dan gaan we op de Marawatra varen. En links en rechts hebben we de golven. En dan nemen we de Marawatra. Is de NDP voor u Marawatra? Ja, want NDP wijst ons de weg waar we moeten gaan varen.